Leuk dat je kijkt naar weer een nieuw filmpje. Ik heb vandaag eindelijk voor jullie mijn bullet journal planning voor oktober, zoals je kan zien. En ik heb deze maand gekozen voor Harry Potter thema. Waarom Harry Potter? Nou, oktober is natuurlijk een beetje in de stemming van Halloween. En ik vond Harry Potter wel heel erg gaaf daarbij. Op de eerste pagina heb ik gekozen om oktober neer te zetten. Gewoon vrij simpel. En hier heb ik op een ander velletje eerst logo getekend. Wat Harry Potter kennis natuurlijk wel gewoon heel erg bekend voorkomt. Dan heb ik op deze pagina een tekening gemaakt. Namelijk Alohomora. Verder gewoon heel simpel. Met potloden ingekleurd. En ja, dat is het. Als ik dan omsla, dan komen we bij het maandoverzicht. En hier heb ik een bril getekend. Harry Potter draagt natuurlijk een bril en heeft ook zo'n litteken. Dan heb ik aan deze kant van het glas het maandoverzicht gedaan. En aan de andere kant mijn doelen voor deze maand. Dan, als ik dan omsla, komt de eerste week van de weekplanning. En deze heb ik heel simpel gehouden. Ik heb de lijnen getekend als voetjes, die hier ook wel heel erg bekend voorkomen uit de serie. Hier heb ik een vakje notities en voor de rest gewoon heel simpel. Bij de volgende heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan, alleen hier heb ik streepjes getrokken in plaats van voetjes. En dan heb ik hier een andere tekening gedaan. En in plaats van hier beneden notities heb ik hem nou daarboven. Op de volgende pagina heb ik weer gebruik gemaakt van voetjes en heb ik ook hierboven notities. Daarna ook weer, maar dan nu weer met streepjes. En bij de laatste heb ik ook weer voetjes gebruikt en heb ik hier onderaan notities gezet. Hier heb ik een sleutel die kan vliegen, want ja, die heb je natuurlijk ook heel vaak bij Harry Potter. En hier heb ik een tekening gemaakt met wegwijzers. En die vond ik zelf wel heel erg leuk. Ik vind hem ook op zich wel heel goed gelukt. Dus, als ik dan omsla, dan komen we bij de inkomsten en uitgaven. Dit is eigenlijk een beetje privé de bovenkant. En dan heb ik hier beneden voor mijn blog. En als ik dan weer omsla, dan is dat de laatste pagina voor deze maand. En dat is de quote, I solemnly swear that I am up to no good. Dus, en dan heb ik hier bij de twee O's glazen gemaakt van een bril. En dat is mijn planning voor oktober. Niet heel groot, heel simpel, maar toch leuk in Harry Potter stijl. Heel erg bedankt voor het kijken en tot mijn volgende filmpje. Doei doei!